staat een stevige oostenwind op dit moment. We hebben een storing in de televisiestudio, dus vandaar dat we naar buiten zijn gegaan. Het ijs achter mij is afgelopen nacht weer goed dik geworden. Het heeft zo'n 10 graden gevroren in Midden-Nederland. En vandaag blijft met dat zonnetje erbij de temperatuur toch onder nul. Want die oostenwind voert koude lucht uit Centraal-Europa aan. Dus een koude, maar zonnige winterdag vandaag in het hele land. Vanavond en vannacht dan gaat de wind wat in kracht afnemen, vooral in het noordoosten van Nederland. Daar verwacht ik op uitgebreide schaal strenge vorst. In de rest van Nederland is dat vooral op beschutte plaatsen het geval, maar het ijs wordt ook komende nacht weer een flink stuk dikker. En morgen wederom een prachtige winterdag. Volop zonneschijn, nauwelijks bewolking, iets minder wind en een temperatuur die in de middag uitkomt zo rond het vriespunt. Maar van dooi kunnen we nog niet spreken. Ook zondag is het nog volop winterweer in Nederland. De temperatuur komt in de middag vooral in de zuidelijke helft van Nederland net iets boven nul uit. Maar in de nacht naar zondag kan het wederom op sommige plaatsen streng vriezen. En de dagen daarna, dan lijkt de dooi uiteindelijk door te dringen met op maandag een gereden kans op winterse neerslag. Vanmiddag zijn we terug met een update, hopelijk dan weer vanuit de warme studio.